We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldt tot en met morgen 3 juni. Gedurende de avonduren is het lokaal bewolkt, aan het begin van de avond perioden met verspreid lichte tot soms matige onweersbuien in het kustgebied en centraal Suriname. Naarmate de avond vordert, nog enkele perioden met buien, soms gepaard met onweer en windstoten, verspreid over het gehele land. Aan het eind van de nacht ontwikkelt plaatselijk nevel en of mist. In geheel Suriname, met uitzondering van Marowijne, Wanica en Sipaliwini, is er 50% meer kans op onweer met of zonder windstoten. Morgen is het gedurende de ochtenduren lokaal tijdelijk bewolkt met enkele lokale buien, mogelijk met onweer. Tijdens de middag en vooravond neemt de bewolking toe, met een toename in wijdverspreide lichte tot matige onweersbuien en windstoten, voornamelijk in het kustgebied. Op enkele plaatsen kans op enkele kortstondige zware onweersbuien. De Meteorologische Dienst Suriname waarschuwt dat morgen 3 juni gedurende de avond en dag kans is op matige tot kortstondige zware onweersbuien die gepaard gaan met windstoten in het kustgebied.